Op de hoek van de Burgemeester Schneidersingel en het verlengde van de Westerdokstraat, de Havenkade, aan het kanaal Almelo-Noordhoorn, staat een majestueuze 150-jarige rode beuk. Maar niet lang meer. Hij is ten prooi gevallen aan de reuzenzwam en is instabiel geworden. We hebben vanmiddag een ritueel afscheid genomen van de rode beuk, die morgen gekapt gaat worden. En met muziek, met gedichten en verhalen, herinneringen, hoe de beuk 150 jaar hier zo mooi groot is geworden. Dat hij dus nu zwammen heeft, dat wijt ik aan slecht onderhoud van de boom. En ook bij de bouw is denk ik onvoldoende zijn maatregelen genomen om de boom te beschermen. Waarom gaat hij weg? Deze reuzenzwam rondom de boom. En de boom is instabiel aan het worden. En hij staat heel dicht op de bebouwing. Waardoor de veiligheid niet meer gewaarborgd kan worden. Dat is toch erg jammer, hè? Een 150 jaar oude boom die weggaat. Wordt kaal. Het is erg jammer. We verliezen een hele biotoop met dieren. Van vogels, van eekhoorntje dat we zagen. Van de insecten. Maar gelukkig komt er de boom die hier achter ons staat weer voor terug. Een mooie linde van ruim 30 jaar oud. En dus krijgen wel weer een boom met insecten die ook weer voedsel zijn voor de vogels, voor de dieren. Een nieuwe biotoop krijgen we weer terug. Nou, dat is een lichte troost, hè? Dat is een lichte troost. Maar ja, zo is het leven. En beuken worden eigenlijk ook maar rond de 150 jaar oud. Soms 100, 200, maar 150 is al heel oud voor een rode beuk. Hij was aan zijn taks. Hij was aan zijn taks, ook door de droge zomers. En natuurlijk ook door de bebouwing. Het water onttrekken aan de bouwgrond zal er ook aan bijgedragen hebben. Dus het is jammer. Het is heel jammer.